zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Goedenavond en welkom bij Kruispunt. U hoorde Het Dorp van Wim Sonneveld. En u hoorde dat niet zomaar, want het is vandaag 35 jaar geleden dat Wim Sonneveld plotseling overleed. Er ging een schok door Nederland. Ik ben hier in Utrecht, de geboortestad van Wim Sonneveld. In het museum van speelklok tot pirament. Hier staat ook het orgel van Willem Parel, een van Sonnevelds personages. En hier is vanmiddag een nieuw boek over zijn leven gepresenteerd. Margotje, Margotje, ze klom op het broodje. Het is natuurlijk een man die je associeert met zingen over Amsterdam. Of een Limburgse accent. Toen dacht hij, die komt uit Limburg of uit Amsterdam. Maar dat bleek dus niet het geval. Zo'n grote man, een gewone Utrechtse jongen uit Lombok. Margotje, Margotje, jij kleine idiootje. We speelden altijd met z'n drieën op zolder. En bouwden boten en maakten reizen en waren bezig. Het is leuk om gewoon dit mee te beleven. Je hebt het geluk dat je een broer van hem bent. En dat moet je goed beseffen dat dat geen een voorrecht is. En geen misbruik van moet maken. Hoewel. Ik vind het echt heel bijzonder, mevrouw van Gorp, Corrie van Gorp, zegt iedereen natuurlijk, dat ik dit boek over de Utrechtse jaren van deze man uit Lombok mag aanbieden aan u. Corrie van Gorp, graag uw hartelijk applaus. Sonneveld, mevrouw, dit is het boek van zijn familie met herinneringen aan zijn leven. Nou, zijn leven was weliswaar kort, hij werd maar 56 jaar, maar hij leefde wel heel intens, Wim Sonneveld. Het is mooi om een carrière te hebben en populair te zijn, maar je bent je hart vergeten. Dat zijn arts na de eerste hartaanval tegen Wim Sonneveld. Maar ik ga mijn levensritme veranderen, aanpassen, antwoordde Wim Sonneveld. Een dag voor zijn dood. Nou, zover kwam het niet. Want een tweede hartaanval werd hem fataal. Wim Sonneveld, een van de meest markante zangers en cabaretiers in ons land. Carmen Fernald en Sandra Meijer maakten het volgende portret. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Ik ben zo blij dat u er allemaal weer bent. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Toen ik u zag, heb ik u dadelijk herkend. Die man was gewoon modern voor zijn tijd. Eigenlijk tijdloos. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond, meneer. Wat mij zo beviel in Sonneveld en zijn optredens was de goede smaak. En het intieme. Hij had zo'n ontzettende mooie stem. Als je het hebt over charisma, wat vaak wordt er over charisma gesproken van een zanger of ja, die heeft de X-factor of zo. Nou, hij, je hangt aan zijn lippen. Dat Wim nu na 35 jaar nog zo populair is, dat is te danken aan die liedjes. Ik denk dat hij een universeel talent had, wat je heel zelden in ons land aantreft. Kijk, de meeste cabaretteksten hebben wel één of meer regels die algemeen bekend worden. Hè? Ben je belazerd, ben je bedonderd? Dat zijn echt regels uit de Tirum Tango die gemeengoed zijn geworden. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik honderd. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En uit financiën zijn vooral bekend geworden, zeg maar ja tegen het leven. Maar zeker ook een regel als, en zo is het gekomen. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven. Van je amen en je glorie, ja joe hey. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven. Anders zeg je het leven nog niet. Zeg, als u zin hebt om mee te zingen, graag. Nou, dit is de J.P. Koenstraat, waar de familie Sonneveld meer dan 100 jaar eigendom is geweest van het bovenhuis, wat je dus inderdaad ziet op de hoek. En waar nu de makelaardij is, dat is de vroegere kruidenierszaak geweest. Wim Sonneveld wordt in 1917 geboren in Utrecht.
Hij is het vierde kind van Gerrit en Geertruida. Ze komen oorspronkelijk uit Pijnakker en Bergsenhoek. Welgestelde boerenfamilies. Als ze moeten vertellen dat ze een kind krijgen, terwijl ze nog niet getrouwd zijn, zien ze maar één oplossing. Weg van alle roddels en verhuizen naar Utrecht. Ze hebben een kamertje gehuurd in de J.P. Koenstraat, nummer 84, boven een kruidenierszaakje, wat gerund werd door een mevrouw. En we hebben het over 1906. En Gerrit die heeft een meisjesinternaat meehelpen betimmeren in Zeist, wat in aanbouw was. En op een gegeven moment gaat het niet zo goed met die mevrouw van die kruidenierszaak en ziet Gerrit zijn kans schoon om dat kruidenierszaakje over te nemen. De zaken gaan goed voor de familie Sonneveld. Na Wim komt er nog een tweeling, Jan en Jo, en is de familie compleet. Maar dan slaat het noodlot toe. Moeder Geertruida overlijdt. Wim is dan nog maar 5 jaar oud. Ik zou het leuk gevonden hebben als mijn moeder het had meegemaakt. Maar dat komt gewoon omdat ik mijn moeder niet gekend heb. Want je maakt natuurlijk op een gegeven moment voorstellingen over je moeder die zo waarschijnlijk te idealistisch zijn. Ik heb alleen maar verhalen over mijn moeder gehoord. Dat schijnt nogal een leuk mens geweest te zijn. Mijn vader heeft er nooit iets van begrepen. Mijn vader, ach, u weet hoe vaders zijn. Er is altijd wel gesuggereerd dat het niet zo goed zat tussen de vader van Wim Sonneveld en Wim Sonneveld. Er is niks van waar. Dan zegt hij op een dag, mijn zoon, ik wil eens met je praten. Hij heeft er natuurlijk zelf, heeft hij er wat aan bijgedragen door bijvoorbeeld die conferentie te doen van mijn vader heeft me nooit begrepen. Als je dat verder luistert, dan weet je toch dat het een zeer rijke fantasie is. Want mijn oom was 5 toen grootmoeder overleed. En grootmoeder staat dan in 1 keer in een conversatie met mijn grootvader op het toneel. Mijn moeder zei dus tegen mijn vader Gerrit. En toen zei mijn vader tegen mijn moeder, ja, wat is er, trui? Mijn moeder heette Geertruida. En als hij een goede bij had, zei trui. Gerrit zei mijn moeder, ik geloof niet dat wij Wim moeten pressen om kruidenier te worden. Ten slotte ben jij ook niet geworden wat jouw vader was, boer. Mijn grootvader was boer in de buurt van Rotterdam. Goed, zei mijn vader, de jongen mag worden wat je wil, maar zal een behoorlijk beroep kiezen. Denk je trui, die laat zich hem, zei hij wil worden. Artiest. Nou, zei mijn moeder, die moeten er ook zijn. Ja, de duvel moet er ook zijn. Maar in mijn huis geen artiesten. Die vieze rekken. Die smeerlappen die op het toneel nog minder dragen dan in bed. Ik heb namelijk altijd willen worden wat ik nu ben. Dat wil zeggen, ik heb altijd aan het toneel willen zijn. Als kind al. Als kind speelde ik al toneels. Mijn vader was kruidenier, zoals iedereen nou al weet, geloof ik. Maar ik speelde altijd al toneel in de etalage op zaterdag en onder de toonbank. Toen ik heel klein was en op school heb ik altijd toneel gespeeld. Wim Sonneveld begint in de jaren 30 zijn professionele carrière bij Louis Davids. Toen de populairste zanger en cabaretier in ons land. Eerst als secretaris en later ook zelf op het toneel. Hij was heel jong al geëngageerd bij Louis Davids, die toen top of the bill was. Dus het was een enorme stap, een enorm succes dat hij daar al zo... Ja, maar daar was hij ook trots op. Hij was heel trots op dat hij doorgedrongen was tot Louis Davids. Als je kijkt naar zijn timbre en zijn bereik van zijn stem en zijn timing, ja, dat is onafvolgbaar. Want al die opnames die er zijn bewaard gebleven, dat zijn eigenlijk allemaal live tracks. En die zijn allemaal goed. Het is zo raak. En hij zit ook meteen in de sfeer van het liedje. Die teksten, die carnavaleske teksten tot hele melancholieke teksten. Hij draait zichzelf meteen in die sfeer. Ik zou eigenlijk het allerliefste liedjes, hele melodieuze liedjes zingen. Zelfs de liedjes die ik nou in deze show doe, daar zijn wel een paar dingen bij die melodieus zijn. Maar ik zou graag hele lichte, goede, ja, bijna oppervlakkige liedjes willen zingen. Ja, Wim, wat wil je eerst doen? Heerlijk rustig, hè? Als dat kan, ja. Ik heb een vreselijk slecht bij stem, hoor. Dus je moet erg... Ik wou het eerst een paar keer doen. En dan... Ja, dan ga ik het tussen zeven nemen. Nou. Eerst nog even draaien. Ja. De orkestband toch al. Heel alleen aan het strand. Lekker lui in het zand.
zo heerlijk rustig. Met je hoed heel gracieus op de punt van je neus. Zo heerlijk rustig, er kwam een bootje over zee. Dat nam al je misère mee. En je ligt heel alleen, alles is om je heen. Zo heerlijk. Ja, hij kon een potje breken, bij iedereen. Was natuurlijk heel charmant. Ja, het is de manier waarop je het brengt. Ja. En dan had ik zo gedacht, weet je wel. Nou ja, goed. En dan had je hem. Dan wist iedereen gewoon al wat er ging gebeuren. La 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 la. Zo heerlijk rustig. Wim had een soort van balorigheid, een soort van stoutheid ook af en toe. Tegen alles in. Dus hij was enerzijds heel ambitieus, maar hij doorbrak dat en dan was het lachen. En ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig? Ja, ja. Dag, tot ziens hoor. Graag gedaan. Okay, Wim was natuurlijk een uitermate amabel mens. Hij maakte ook wel veel ruzie als hij. Maar dat hoort ook allemaal bij natuurlijk. Ja, hij had natuurlijk altijd dat hij herkend werd. Daarom wilde hij ook zo graag naar Frankrijk af en toe. Want dan had hij eindelijk niet dat mensen hem altijd maar nakeken en op hem letten. Maar af en toe, dan was hij echt stout. Dan stak hij zijn tong uit als mensen naar hem keken. En had hij even geen zin meer in. Ja. Ja. En dan deed hij gekke dingen. Ja. Ja. Bakkersdochter van de hoek, die mocht zich laten zien. Zij was de seksbom van de buurt en heette Josephine. Het was eigenlijk gewoon omdat hij een gezin miste. Het was mijn tweede vader. Dat is gewoon begonnen als klein meisje, zoiets van nou, leuk en gezellig en prima. En dat is uitgegroeid tot hij bepaalde mijn studie. Hij nam je mee, want het hoorde bij je opvoeding. Dat was van Amsterdam, dat was naar New York, dat was naar Parijs, dat was naar Zuid-Frankrijk. Dat was gewoon een feest. Maar ja, je moet natuurlijk denken, altijd iemand die een ontzettend rijke fantasie heeft en altijd wat te vertellen heeft, dan hang je toch aan iemands lippen. En dat gaat er dan nog geen eens over dat het de artiest was. Maar gewoon de persoonlijkheid zelf. Daar smulde je toch van. Ik zei, dag Josephine, ken jij mij nog misschien? Josephine, daar was je natuurlijk als kind zijn, daar was je daar apentrots op. En als je het nu inderdaad terugziet, is het gewoon nog ontzettend leuk. Dat was speciaal voor u geschreven? Ja. 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 Mij hebben ze dus altijd voluit Johantine genoemd, of Johantien. En hij was degene, en hij was altijd de enige. Daar waakte ik altijd voor. En hij noemde me altijd Josephientje. Liever één lellebel in Saint-Tropez dan een drel in Zandvoort aan de zee. Een beetje koppie kan geen kwaad. Waar anders zat ik nou nog in de Kalverstraat? Doe ze de groeten, was Josephine. We hebben alles in ons. Ik ben alles. Ik ben en hetero en homoseksueel en lesbisch en ik ben alles. En religieus. Ik heb dus alles in me. Ik ben een Hitler. Ik ben een heel goed mens. Ik ben alles, alles, alles heb je in je. Want je kunt alles veroorzaken als je het wilt. Als je de energie opbrengt. En daarom vind ik, dat vind ik namelijk een van de. Daarom ben ik gelovig, omdat ik namelijk geloof met. Omdat ik geloof dat iedereen gelijk is aan God. Dat geloof ik namelijk. Ik weet het namelijk zeker. Ik geloof niet alleen, ik weet het zeker. We zijn hier in Utrecht in de Sint-Antoniuskerk. En dat is een hele belangrijke kerk voor Wim geweest, omdat het eigenlijk de oorsprong van het katholicisme van Wim, dat is hier begonnen. En in alle beschrijvingen, in alle boeken komt dat naar voren dat het begonnen is op zijn 17-jarige leeftijd met een tocht door Zuid-Frankrijk of door Frankrijk. En dat deed hij met zijn eerste vriend, Huub Jansen. Dat was een ex-kloosterling. Die is uitgetreden en die wist alles hoe dat in dat kloosterleven ging. En dan logeerden ze in die kloosters met de smoes dat ze naar Rome wilde. Maar uiteindelijk wilde ze gewoon naar Zuid-Frankrijk, naar de Côte d'Azur. En
In al die beschrijvingen is dat altijd als het startpunt van het katholieke geloof bij Wim neergezet. Maar dat is niet waar. Al op 12-jarige leeftijd is hij hier geweest, in deze kerk. Maar de familie, die is van oorsprong, vader is Neder-Duits hervormd. En moeder was protestant. Hij zei het wel tegen zijn broertjes, maar tegen zijn vader zei hij dat niet. Maar dat hij dus tegen zijn broertjes zei, ik moet eventjes nu naar de Antoniuskerk. En dat deed hij omdat de beelden en zeg maar al die symbolieken van de katholieke kerk, die spraken zeer tot zijn verbeelding. Het is natuurlijk ook heel theatraal, hè, de katholieke kerk. Dat sprak hem enorm aan, ja. Hij was niet kerks, maar een diepgelovig man met respect voor. En het was natuurlijk, al had je hem dingen laten lezen van het jodendom of de islam. Hij was overal in geïnteresseerd. En ja, het was een man die niet altijd onrustig, altijd op zoek naar, altijd naar iets nieuws. Maar hij nam het ook op en hij deed er wat mee. Het katholicisme zat er altijd al in, hè? Dat, 12 jaar en dan die tocht langs die kloosters met Huub Jansen. En Huub was natuurlijk van huis uit al heel erg katholiek. En op een gegeven moment heeft hij zich laten dopen in 1946. En dat is wel een hele grote stap om je te laten dopen natuurlijk. En men heeft zich altijd afgevraagd, waarom heeft hij dat nou gedaan? Dat heeft, nou, het kwam hem ook wel uit, laat ik het zo zeggen, om gedoopt te worden. Want wat was er aan de hand? Het Leidsepleintheater stond te koop. En meneer Van Dijk, die was van Roomse huizen en die heeft gezegd, oké, ik wil het theater verkopen, maar het moet zeker naar iemand van Roomse huizen gaan. En dat was Wim ten oren gekomen. En heel toevallig in die periode heeft hij zich ook laten dopen. En hij kon dus eigenlijk, omdat er ook nogal wat publiciteit omheen is geweest, dat Wim gedoopt was, kon hij vrij makkelijk de onderhandelingen met meneer Van Dijk aangaan. Ik zeg dus niet dat hij zich daarom heeft laten dopen, maar het kwam hem ook wel heel erg goed uit. Uiteindelijk is die verkoop aan Sonneveld niet doorgegaan. Hij heeft later wel het Nieuwe Lamar Theater gekocht en die kon hij kopen zonder geloofsbrieven te overleggen. Ja, de entourage van Wim is altijd katholiek geweest. Maar ik heb op tournee, op reis, in Frankrijk, nooit iets gemerkt van welke praktijk dan ook. Nee, alleen spot. Hij spotte er ook wel mee, hoor. Vader Financius, hè? Ja, Vader Financius. Oh, dank u wel, hoor. Geweldig gezellig. Geweldig gezellig. Even zetten, wacht even, hoor. Even goed gaan zetten. Als die wordt met mijn... Kijk er toch met enige vervreemding naar, hoor. Dan denk ik, het is alweer zo, laten we zeggen, lang geleden, hè. Maar het is een op zichzelf een hele gekke gedachte dat hier een Amsterdamse artiest, verkleed als frater, hè, een lied gaat zingen over zijn... Over zijn bestaan en zijn optredens. Maar ja, dat is historisch gegroeid uit een tijdsbestek waarin inderdaad verschillen, ook in Nederland, verschillende geestelijken, priesters en broeders en vaters en zusters in het openbaar gingen optreden met liedjes. Dames en heren, voor zover u het nog niet wist, ik ben Frater Venantius uit Schinopgeul, beter bekend als de Zingende Frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubagover Worms. Dat is de Pratende Pater. En dan hij nog schijnt het in Schimmert een brullende broeder en in Herkenraad een kroenende waarde moeder. En als ik goed ben ingelegd in zusteren, twee zuchtende zusteren. Nou, dat oogste daar op die avond een geweldig succes dat in zekere zin een succès de scandale was. Men vond het toch heel gewaagd om zo'n personage op het toneel te brengen. En dat bleek ook al gauw in de daaropvolgende dagen en weken. Toen
ja, in allerlei kranten mensen ingezonden brieven gingen schrijven over dat optreden. Ze vonden, vooral veel katholieken, vonden het toch niet helemaal in de haak dat dat gebeurd was. Ik sta aan de tonenbank, kom er een chauffeur op me af. En die chauffeur die zegt tegen mij, frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee, chauffeur. Als je die gezien hebt, zijn speelgoeddingetjes. Of dan zijn ze van sukkela geweest. Toen zegt die frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, ja, chauffeur, die bestaan, maar het zijn jonkies. Dan zegt die frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee, chauffeur. Hij zegt, echt niet. Ik zeg, absoluut niet. Toen zegt hij, verdulle me, frater, heb ik toch twee nonnen overreden. Ze vonden het onbehoorlijk dat er een... dat er grappen werden gemaakt over religieuze zaken. Daar komt het eigenlijk op neer. Hoewel alles toen wel, ook zeker in katholieke kring hoor, in beweging was gekomen, door het concilie onder andere. Hè? Ja, en ik had in zekere... Kijk, hij kreeg toen ook hele leven thuis bezorgd. En ook dreigbrieven zelfs, hoor. Uit het Limburgse. En... ik had in zoverre het geluk dat het niet bij mij aan huis kwam, omdat niemand wist dat ik de auteur was. Een van die nonnen die komt voor mij een lantaarnpaal waar een meisje tegenaan staat. En in dat meisje herkent ze een vroeger leerlingetje van haar. De non zegt tegen het meisje tegen de lantaarnpaal: hé, Marietje, jij ook in het Vondelpark? Wat is er toch van jou geworden? Toen zegt Marietje: ik, zuster, ik ben prostituee. Toen zegt de non: wat zeg je, kind? Ze zegt, zuster, ik ben prostituee. Toen zegt de non, kind, wat liet je me schrikken? Ik dacht dat je zei protestant. Ik geloof ook niet dat de mensen zo geïnteresseerd zijn in mijn privéleven. Ze zijn geïnteresseerd in mij als artiest. En daarom komen ze. Ze komen toch niet voor mijn privé? En bovendien, ik vind dat je dat toch altijd... toch maar in de lucht moet laten zweven. Laat ze maar denken van wat ze willen. Laat ze maar zeggen van wat ze willen. Ik weet toch wat ze zeggen. Nou, dat is gedeeltelijk waar, dat is gedeeltelijk niet waar. Wat zeggen ze dan? Tja, onder andere zullen ze waarschijnlijk zeggen dat ik... ja? Nee, ik zeg het ook niet ook. In die tijd was het gewoon nog niet zo vanzelfsprekend... dat homoseksuelen dat openlijk lieten weten... dat ze uit de kast kwamen, zoals het dan nu heet. Hij had er ook geen behoefte aan... Waar we er niks meer van weten, eigenlijk. Ja, aan de andere kant denk ik toch dat iedereen het wel wist. Ja, ze wisten het wel. Dus het was onuitgesproken bekend, ja. Maar je had het er niet over. Nee, zo, ja, zo'n soort van code. Die later was het. Eigenlijk pas rigoureus verbroken is door André van Duin en Jos Brink. Want daarvoor was het altijd zo, dat daar had je het niet over. Nooit. Nee, nooit. En dat is hem ook wel eens kwalijk genomen. Robert Long heeft bijvoorbeeld in 1975, een jaar na zijn dood... heeft hij gezegd, van, het was eigenlijk een hele flauwe man, die Wim Sonneveld... want die zong alleen maar over Annemarie en over Margootje. Maar hij zong nooit over Henk en Piet. Nee, maar ja, we leven in een andere tijd. Ook in 1975 al, toen Robert Long natuurlijk... nou, dat was iemand die dat in het vaandel had staan, de homoseksualiteit... Dus die durfde dat wel, maar Wim, ja, in zijn tijd, 50er, 60er jaren, dat was niet aan de orde. En Wim, die zal ook dat nooit gedaan hebben. Zoals Jos Brink bijvoorbeeld later. Die is zelfs nog gaan preken in de kerk. Nee, dat was niks voor Wim, dat zou hij nooit gedaan hebben. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de Het fiets. Dorp, een van de allerbekendste nummers van Sonneveld. Geschreven door zijn levenspartner, Friso Wiegesma. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinder uit de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met de pomper voor. Een zandweg tussen koren door. Het vee, de lage boerderijen. Hij kwam uit de stad, maar... hoe hij het dorp zingt bijvoorbeeld. Dat, ik heb het onlangs nog gezongen bij een herdenkingsdienst voor mijn oma. Maar dat is voor iedereen in te vullen en dat is prachtig. Ik was een kind en wist niet beter dan dat dat nooit voorbij zou gaan. Hij zei altijd wel, alles wat mij makkelijk afgaat... of lijkt mij makkelijk af te gaan op televisie of tijdens een show...
Daar heb ik het meeste moeite mee. Dus als je een Tirum Tango ziet en dan echt die staccato en echt de houding en de bewegingen, daar zag hij iedere avond het meeste tegenop. En dan was het inderdaad te hypochondig. 10 minuten voor aanvang dat hij alles had wat je maar kon bedenken. En dat was ook zo. Dan haalde ik hem op. En dan zei hij van, oh, ik voel me zo beroerd. En nou, die hele avond nog, hoe kom ik hem door? Hoe krijg ik het voor elkaar? Ja. Ik zou het liefst in bed duiken. En nou, en die laatste show die deed hij dus met Corrie van Gorp en Willem Nijholt. En dat waren ook twee hypochonders. Dus dan had je de ene net aangehoord en dan kreeg je nummer 2. En die zei van, oh, Wim, ik voel me zo naar. Maar ja, het moet, het vak gaat voor. Het is hard. Nou, en dan zaten ze elkaar het bed in te praten de hele reis heen. En dan ging de voorstelling natuurlijk fantastisch. En op de terugweg moesten we dan naar een of andere cafetaria. Om dan moesten er nog weer drop en kroketten en Gelderse schijven gekocht worden. En dan zaten ze zich weer vol te proppen. Terwijl ze de hele dag een maag hadden gehad die van streek was geweest. Ik denk bijvoorbeeld reuze veel in de dood. Niet dat ik er bang voor ben. Ik ben dus niet bang voor de dood. Helemaal niet. Maar ik denk er veel aan, omdat dat de enige zekerheid is die je hebt. U was 20 toen hij overleed? Ja. Dat was dat plotseling? Nee. Als je heel erg goed terugdenkt, als hij in Utrecht speelde, en dat was dan al met de show van Ina van Vaassen, dan mocht je in de pauze niet achterkomen omdat hij dan op een stretcher lag. En daar waren de hartproblemen eigenlijk al. Nee, ik ben niet bang om dood te gaan, helemaal niet. Op weg naar Rotterdam, naar een afspraak. Hij had gelukkig een lifter meegenomen. Hij was nog niet eens bij Schiphol. En toen ineens, toen ging het mis. En toen is hij dus onmiddellijk in de VU terechtgekomen. En dat zag er ernstig uit. En toen ging het dus na een paar weken dus weer beter. En toen kreeg hij dus weer mensen aan zijn bed. En toen mocht op een gegeven moment zelfs Henk van der Meijden van de Telegraaf mocht een interview met hem hebben aan bed. Omdat het weer zo goed ging. En vandaar ook dat op die 8e maart in 1974 die klap zo hevig aankwam. Die morgen was breed uitgemeten dat interview met de stralende Wim Sonneveld in het bed in de Vrije Universiteitsziekenhuis. En om 8:30 's morgens was hij overleden. Ja. En ik weet nog wel dat toen, waar je ook kwam, iedereen had het over. Maar het was klaar, het was over, het was genoeg. Geleefd. Dubbel geleefd. Altijd maar weer de stress en het perfectionisme enzovoort. Dat houdt niemand vol. Het was op. Je kunt er toch niet buiten en al is het dan maar schijn. Ik zou nooit, nee, nooit iets anders willen zijn. Wim Sonneveld is met recht een fenomeen te noemen. En van dat fenomeen zijn de liedjes dit najaar in het theater weer te zien en te beluisteren. En Siep van de Ploeg is een van de mensen die dat dan gaat vertolken. Meer informatie over deze uitzending kunt u vinden op onze website www.kruispunt.rkk.nl. En hoe kun je een uitzending over Wim Sonneveld anders besluiten dan met een toegift? Goedenavond. Margotje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de vim. Ze kroop in een laadje met zo'n klein BH'tje. Ze kroop in mijn binnenzak en fluisterde Wim. Margotje, Margotje, kleine idiootje. Margotje, Margotje, uit Maduro.